Breda Nu. Je weet het meteen. Jan Akkerman werd afgelopen december 70 jaar en dat viert hij met een tournee langs de Nederlandse poppodia. In 1973 werd hij uitgeroepen tot beste gitarist van de wereld. Maar is hij ook de beste? We vragen het een aantal Bredaanse muzikanten. You got me hiding, you got me rooting. Je kunt misschien even beschrijven, wie was Jan Akkerman en wie is Jan Akkerman? Nou, Jan Akkerman, dat is een hele, zeg maar, de beste gitarist van Nederland. Maar misschien ook wel een van de beste gitaristen van de wereld. Ja. En waarom? Ja, waarom? Jan heeft een bepaalde techniek van spelen die ik heel goed vind. En de sounds van die hij uit een gitaar kan halen, dat is echt heel goed. Bijzonder virtuoos. En eigenlijk iemand die geboren is en een gitaar pakte en de meest waanzinnige dingen kon spelen. En eigenlijk die complexheid van hoe goed hij is en de hoeveelheid info die hij kan geven als hij speelt, maakt misschien ook wel dat hij daardoor een beetje onderkend is, omdat hij eigenlijk, hij is eigenlijk gewoon verschrikkelijk goed, maar Hij heeft het niet teruggebracht naar een paar hele beroemde licks zoals B.B. King of Eric Clapton. Maar bij hem is het juist eigenlijk een heel pakket geworden, zeg maar, van virtuositeit. Dus in zowel jazz, blues, country stijl, eigenlijk van alles, zeg maar. Dus swing, zigeuner swing. En wat onderscheidt hem van andere gitaristen? Hij is niet benauwd wat stijl betreft. Hij is heel erg divers. Hij doet er van allerlei licks doorheen. Uit de soul, uit de jazz, ook klassiek. Maar ook uit de funk en de blues, alles eigenlijk. En wat is nou de stijl waar hij echt in uitblinkt? Dat kan ik niet vertellen, want het is zo uniek en zo universeel. Daar kan ik echt geen zinnig antwoord op geven. En dat maakt het ook juist spannend bij zo'n gitarist. Want elk concert waar je naartoe gaat is weer totaal anders dan het vorige. En hoe zou je de tijd dat jij bij Focus hebt gespeeld beschrijven samen met Jan? Jongens, lang geleden. Nou, zeer leerzaam, want hij heeft al zijn kennis met mij gedeeld. En wat was een van de belangrijkste dingen die je van hem hebt geleerd? Nou, al zijn kennis, dat is zoveelomvattend. Die jongen die kent zoveel. Maar noem eens een van de meest belangrijke punten op. Nou, het idee over muziek. En de aanpak en de discipline. Zaterdag 14 januari staat Jan Akkerman in de mes. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Breda Nu. Je weet het meteen.